Hey, hallo, reviewvriendjes. Hoe is ie daar? Je gaat hier lekker hoor. Ja, moet ik zeggen. Ja. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ja, ik ben in een relaxed bui, hoor je dat? Ik ben relaxed, ik ben smooth, ik ben niet wild en druk en opgefokt en vol adrenaline. Ik weet niet hoe ik kom, misschien heb ik goed geslapen, weet ik veel. Ik ben helemaal ontspannen. Het zal niet lang duren, weet ik zeker. Hé, godverdamme, knoflooksaus. Heb ik iets tegen knoflooksaus? Nee, ik heb helemaal niks tegen knoflooksaus. Ik heb namelijk wel iets met zelfgemaakte knoflooksaus. Waarom? Oh, ik vind knoflooksaus uit een potje, of een tube is dat meestal, niet te vreten. Ja, het is zo romig, hè? En daar schijnen mensen gek op te zijn. Op een romige saus. Nou, ik zal je wat vertellen, ik niet. Want ik vind namelijk dat de saus gewoon een hele goede smaak moet hebben. Dat het heel dik en vet is, prima. Maar het gaat om de smaak. En dit soort saus is meestal alleen maar dik en vet. En dan, oh ja, daar hebben ze nog wat knoflookpoeder bij gepleurd. Nou, en ik ben niet zo gek van knoflookpoeder in sausen, want ik ben namelijk gek van verse knoflook in sausen. Dan maakt het echt veel lekkerder. Dan proef je echt de knoflook. En is het niet gewoon een hele vette, dik geklopte mayonaise met oh ja, hier en daar nog wat knoflook in. Wat ik het altijd vreemd vind van knoflooksaus, en dat zie je hier nu ook al, is dat in dus de witte mayonaise zitten er donkere stukjes. Zie je dat? Zitten er donkere dingetjes. Nou, ik zal je vertellen, dat heb je hier ook hier. En in zelfgemaakte knoflooksaus zit helemaal geen donkere dingetjes. Want knoflook is namelijk wit, CQ half doorzichtig. En de rest wat je gebruikt is gewoon wit. Dus waarom hier nou toevallig dan van die stukjes in moeten zitten? Nou, dat is heel simpel, omdat ze dan willen dat het iets anders lijkt dan een tube mayonaise. Dus dan hebben ze er iets in geflikkerd. Ja, ik denk dat we het zullen erin hebben gegooid. Misschien peterselie, gedroogde peterselie. Dat gaat de smaak echt niet oppijpen hoor, echt niet. Dus ik ben niet zo blij hiermee. Wanneer gebruik je knoflooksaus? Ik zal je vertellen, lieve mensen. Knoflooksaus gebruik je eigenlijk bij zaken zoals geroosterd vlees. Dus shawarma of gyros of dat soort zaken. Hè? Als het een beetje richting Turkije, Griekenland gaat, dan kom je vaak aan een knoflooksausje. Ik snap het allemaal prima. Laten we eerlijk zijn, echt een lekkere shawarma met echt een lekkere knoflooksaus is natuurlijk fantastisch. Ja, daar gaat niemand over zeuren. Ook ik niet, zeker niet. Want ik bedoel, hoe vaak heb ik niet straal en straal en straal en straal bezopen in een shawarmateek een broodje te bestellen? En dan doe nog wat extra knoflook. Omdat je dat hele bakje hier. Ja, dat doet toch iedereen? De grote grap is trouwens, als je de volgende dag wakker wordt. Heb je meer last van die shawarma en die knoflooksaus dan van al het gezuip? Dan heb je de hele dag zo'n hele schrale maag en slokdarm. Dus helemaal aan de ballen. Nu kennen we allemaal vieze verhalen over knoflooksaus. Dat geanalyseerd is ooit. Maar dat is een broodje aap. Want we weten wel allemaal, want hier bij iedereen om de hoek is opeens een shawarmateek met die knoflooksaus. Nou, daar geloof ik geen moe van. Overigens denk ik er wel altijd aan als ik knoflooksaus eet. Ja, als je nu niet weet over welk verhaal ik het heb, dan moet je het maar eens opzoeken. En dat gaat over dat er iets in de knoflooksaus zat. Iets van mannen. Wat mannen achterlaten in de knoflooksaus. Dat verhaal. En ik denk daar dus wel iedere keer aan als ik knoflooksaus eet. Dus daarom ben ik ook niet helemaal fantastisch met knoflooksaus. Omdat ik dan altijd aan dat verhaal denk. Of het een broodje aap is of niet. Ik denk, het helpt niet. Wat hebben we hier? We hebben hier Calvé, knoflooksaus. Ja, Calvé kennen we natuurlijk van de saus en de pindakaas. Remia, knoflooksaus. Remia kennen we ook van de sauzen. En Yildiz saus. Dat is een iets meer culinaire saus. Denk ik dat ze dat vinden. Maar het is wel heel leuk. Ze hebben heel veel verschillende soorten saus trouwens van Yildiz. Daar ga ik ook een keer een reviewtje over doen. Over de soorten Yildiz. Dat is echt wel een leuk merk, vind ik. Dit is dan de Turkse, ja, romig zoet met volle knoflooksmaak. Nou, dat romig, dat zal je wel overal vandaan krijgen. Ja, frisse, romige knoflooksaus. Als het hier ook op staat, hier staat het niet op. Maar goed, romig.
Qua prijzen is Remia volgens mij goedkoper dan Café. En Yildiz is duurder dan alles, want dat is zogenaamd culinair. Maar hier zit ook meer in. Hier 2,65 en hier allemaal 2,50. Dus ja, je krijgt er ietsje meer voor. Hier staat een sticker op. Als lekkerste getest door het Mobiel Center 2019. Nou, dat je daar in 2022 een stoer over doet, is een beetje triest als je mij vraagt. Maar goed, we gaan proeven. Misschien is het dan ook hier wel de lekkerste. You never know. Wat zit er in knoflooksaus? Komt-ie. Water, raapzaadolie, yoghurt, suiker, azijn en knoflook. En dan nog allemaal heel veel troep. Mosterd en zout, specerijen, ui, voedingsvoer. Wat maken nou die brokjes? Tenminste, die stukjes. Peterselie. Ja, hier staat dus niet op wat die brokjes maakt. Hier zeggen ze peterselie, hier zeggen ze het niet. Specerijen, dat boel. Staat ook niet op. Maar ik ga ervan uit dat het peterselie is. Oh, kijk, op het plaatje staat ook peterselie. Oh, hier staat ook op het plaatje peterselie. Nou, dan zijn we daar dan ook wel weer uit. Het is gewoon allemaal peterselie wat ze erin hebben geflikkerd. Waarom stop je peterselie in knoflooksaus? I don't know. Knoflook 1,4% in de Remia. Knoflook 2,2% in de Yildiz. Knoflook, jezus, wat staat het hier klein op, 4% in de Café. Dus minste knoflook, meeste knoflook. Van de Café ga je het meest dat je bek meuren. Bij een reviewkanaal ga je niet alleen maar zeuren, maar ga je ook proeven. De Remia. Remia. Nee, dat is de Café. Die is dus minder dik dan die. Deze spuit er zo uit. En de Yildiz. Die is ook dik. Ik begin wel met die natte Remia. Die is inderdaad nat. En die... Nou. Als beste getest, als lekkerste getest door het Mobiele Center. Dat Mobiele Center is van Remia zelf waarschijnlijk. Want ondanks dat ik nog niet heel erg gek ben op super romige sauzen, is deze... Nat. Beetje zuur. En proeft een klein beetje naar knoflook. Dan gaan we naar de Yildiz. Die is dikker. Romiger. Heb ik net afgezekerd, maar het is beter dan die natte troep. Oh. De Yildiz. Is een beetje pittig. Waar deze zuur is, zit hier een pepertje in. En de knoflook... Saus is ook niet echt heel erg knoflookkrug. Ja, hij is beter op smaak. Maar er zit niet echt veel knoflook in. De meeste knoflook zit wel in die van Café, namelijk 4%. Dus de vraag is hij ook meer knoflook? Ja, ik had zelfs in mijn likje nu weer een stukje knoflook. In die van de Café zitten dus echt brokjes knoflook. Het zou ook kunnen natuurlijk dat het die ui is, maar dat proef ik dan maar niet. Deze is erg mayonaise, erg dik, maar ook erg knoflook. En dat is wel fijn voor knoflooksaus. Die peterselie doet natuurlijk helemaal geen ruk die erin zit. Nee, ik denk dat het ui is, die brokjes die erin zitten. Ja, dat is ui. Er zitten stukjes ui in. Er zitten daar dus niet in. Maar niet vies. Die stukjes ui zijn niet vies. Deze saus is gewoon echt knoflooksaus. Zuurtje. Niet echt pittig, maar wel lekker. We zijn eruit. 3 knoflooksausjes. Lekker man, zo vroeg op de ochtend. Tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes zijn interessant. De Remia is de goedkoopste. En ze zeggen zelf dat die de lekkerste getest is. Ik weet niet door wie, maar degene die dat heeft gedaan, heette waarschijnlijk Remia van zijn achternaam. Want die is gewoon niet te bunkeren. Hij is slap. Ik ben helemaal niet van de romig in de smeug, maar deze is gewoon slap. Dit is gewoon nat. Ja, smaakt nauwelijks naar knoflook. Smaakt eigenlijk alleen maar een beetje zuur. Dit is gewoon troep. Dit is gewoon een 3. De Yildiz is de duurste. En ook het mooiste flesje. En het lijkt ook net of dit culinair is. En waar dit gewoon ordinaire spuitflessen zijn. De Yildiz is ook een stukje dikker dan deze natte meuk van hoe heet die? Remia. Er zit ook meer smaak aan, er zit een pepertje aan, een heleboel. Het is geen slechte saus, punt is alleen, de knoflook. Waar is de knoflook? Er zit te weinig knoflook in.
Dus dat is een beetje vreemd voor knoflooksaus, vind je niet? Deze krijgt een zesje. Absolute winnaar is de Calvé knoflooksaus. Het middagsegment had ik niet verwacht. Als ik heel eerlijk ben. Want ik vind meestal de cafésaus dat je denkt, nee, goed, zo wel. Maar deze, ja, deze is gewoon prima. Hier zit echt veel knoflook in. Smaak naar knoflook. Zuurtje, pepertje. Wel een beetje erg mayo-achtig in mijn gevoel. Voor mij hoeft dat niet, hè. Prima knoflooksaus. Ik geef hem 7. Nou, dag. Stinkt wel in mijn bek, zeg nu.